Benno de Vries, trainer van de Strandvogels. Ja, dit was de wedstrijd om bovenaan te komen. Ja, als je hier 3 punten had gehad, dan stond je inderdaad gewoon bovenaan. En, maar ja, helaas is het anders verlopen. Ik vond uiteindelijk de stand 4-0, ik vind het zeer geflatteerd. Ik denk dat wij voetballend, nou, niet herenmeester, maar veruit beter waren aan sport. Zij zakten wat in en counterden ons een paar keer weg. En ik vind dat wij 3 goals hebben weggegeven. Een verdediger die jullie de das om doet. 3 doelpunten. Ja, daar is het moeilijk tegen te voetballen. Tegen dat soort foutjes. En daar kan je ook niet op instellen. Ja. Heb je nu gesproken met René Bierdrager? Want die ging hier ook met 3-0 de pot op. Ja, nou, ik ben een trainer die altijd van mijn eigen ploeg uitgaat. En natuurlijk weet je iets over de tegenstander. Maar onze kracht is voetbal. Zelfs op een moeilijk veld hebben wij het geprobeerd. Ja, jullie zijn misschien toch kunstgras? Nou ja, uiteindelijk is kunstgras. We spelen meer op kunstgras dan op gewoon veld. En nou ja, sport pakt ook de meeste punten op gewoon veld. Ja, nogmaals, ik vind geflatteerd die 4-0. Heb je niet verloren door het fanatisme van Haarsport? Nou ja, ja. Er stond wel een ploeg, naar mijn idee bij hun inderdaad, een blok. Dat was gewoon moeilijk doorheen te komen. Kans hebben wij amper gehad. En ja, als we goals weggeven op die manier, ja, dan speel je op zich niet verkeerd, vind ik. Want het was, maar ja, 4-0 is een dikke uitslag. Ja, dan moet je het toch maar redden, hè, volgende week tegen RK Edo. Nou, alweer vorige week hebben we het heel makkelijk, want die speelt tegen Berkhout. Nou, die hebben ze natuurlijk nog wat te verheffen, ja, door die nederlaag. Ja, precies. Ja, dat zal inderdaad, de rivant zal er groot zijn bij Voort. En wij moeten uit naar Edo. Ik zei al, het tweede seizoen zelf al worden de prijzen verdeeld. En ja, zij moeten onderin een beetje wegkomen. En wij moeten aansluiten bovenin. Dus, ja, je moet het niet van de reus hebben. Je moet het eigenlijk van de mensen die onderaan staan hebben. Als je het zo bekijkt, verliezen we Voort en verliezen we Sport. Ja, dat zijn de nummers 1 en 3. Ja, als je het zo bekijkt, de kleintjes, dan moeten we het tegen doen. Maar ondanks dat we zeker niet minder zijn als Voort en Sport. Maar je wil natuurlijk weggaan bij Strandvogels, toch wel met een promotie. Want jullie zijn natuurlijk al periodekampioen. We hebben een promotiewedstrijd, hè, een kans. Alleen, ja, je moet willen kampioen worden. Dan heb je die hele periode niet nodig. Want dat moet de insteek zijn. En dat is onze insteek ook. Goed dat je al aangegeven hebt dat je weggaat aan het eind van het seizoen. Waar ga je naartoe? Opties, nog geen opties zelfs. Nee, alles is nog. Wel een sollicitatie, wel gebeld al? Nee, ook niet. Nee. Nee, we kwamen niet uit onderling met Strandvogels. En dat is jammer. En ik ben me aan het beraden op wat ik ga doen. Een jaartje niks? Of, Ja, het zou allemaal kunnen. Een jong gezin, kost veel tijd. Maar ik vind het wel heel leuk, moet ik zeggen. Dus ja, je weet nooit hoe het loopt. SVV 27 gevoetbald. Ja, misschien toch die kant weer op. Rijgenboys, AFC, Alkmaarse Boys. Ja, er zijn toch genoeg clubs daar, hè? Er zijn heel veel clubs beschikbaar inderdaad. Er zijn clubs te over. Maar ja, het is allemaal iets verder weg, hè. Ik kom uit Ondijk. En het zou mooi zijn als het een beetje in de buurt is, als het daarop uitkomt. Hoe ben je dan bij SVV 27 terechtgekomen? Ik was een beetje een qua speler. Ik volgde vaak een bepaalde trainer. Die heeft me regelmatig meegevraagd. En dan denk je wel eens na en dan doe je het wel eens. Okay. Dus VVV, Andijk is ook een optie? Ja, dan nogmaals, alles is open. En, geen belletjes gehad. Ik weet ook niet of ze mijn nummer hebben. Dus misschien is dat het. Nou, zo weet hij altijd wat te bereiken via, ja, Kees Duin, hoor, de voorzitter van Strandvogels. Dat is zeker waar. Dus tegenwoordig is iedereen te traceren. Dus, Wat ga je nu verder doen met het ploeg? Je moet ze toch weer motiveren voor de volgende wedstrijd tegen RK Edo. En dat is toch altijd heel moeilijk? Ja. Nou ja, mij eens. Hè. Je bent toch een beetje de te kloppen ploeg. Hè. Je staat nog steeds tweede. En de sfeer in de kleedkamer is nu slecht. Nou ja, goed, dinsdag donderdag weer trainen. En, maar toen je de wedstrijd weer begon in de tweede helft, ik denk, nou, die jongens die hebben er zin in en ja, die 0-0 die stond daar en ja, je wilde toch zeker scoren en het gelukt ook. Maar Sirkstra, ja, dat is eigenlijk de enige man die de kansen heeft gehad. Ja, wat ik zeg, we hebben heel weinig kansen gehad, afgedwongen. Soms iets te ver doorgecombineerd vond ik naar de goal en soms moet je wel eens eerder schieten. Dat hebben we niet gedaan. En die 1-0, ja, dat was toch wel een knakmomentje denk ik bij ons.